zijn hier bij Douw in Terneuzen. En we gaan kijken waarmee gaat Dick Schipper de verbinding aan. Ja, de verbinding ga ik aan binnen dit bedrijf, binnen de functie die ik heb met alle functies waar we mee samenwerken. Enorm belangrijk is een goede samenwerking, een teamspirit en geen individuele scorecards. Als we kijken naar de omgeving, dan proberen we absoluut de verbindingen aan te gaan met de regio, omdat we een maatschappelijk belang hebben binnen dit gebied. En hoe gaat Dick de verbinding met jullie aan? Nou, Dick is heel erg duidelijk en wat zijn verwachtingen zijn. Dus hij stelt dat heel simpel zijn prioriteiten. We proberen denk ik altijd simpel te houden. Qua prioriteiten, nummertje 1 is veiligheid, ecologie en milieu. Nummertje 2 productie en nummertje 3 kosten. En daarna per definitie is het glas half vol in plaats van half leeg. Maar wat voor moois heeft de crisis nu gebracht? Kijk, de crisis heeft ons gedwongen heel anders naar onze installatie te kijken. De laatste tonnen waren absoluut niet belangrijk, het tegendeel. Daarnaast hebben we geprobeerd uiteraard zoveel mogelijk kosten te bezuinigen, waaronder bijvoorbeeld energiereductie, energieverbruik te verminderen. En wat we getracht hebben te doen en waar we ook zeer succesvol in geweest zijn, is om structureel de kosten te verlagen, waar we straks als de economie weer aantrekt, en dat speelt nu, we weer de benefit van zullen hebben. Hoe gaat Dick de verbinding met jullie aan? Nou, hij spreekt echt bij de taal van de werkvloer. Dus ik ga hele moeilijke zaken, beleid, hoe gaan we met bepaalde dingen om, op een hele duidelijke en heldere manier uitleggen aan ons. En wat ik dan ook heel erg belangrijk vind, is dat we dan begrijpen waarom of dat dan zo is. En dan gaat hij gewoon als geen ander. Hij spreekt echt wel de taal van de werkvloer.